Ik zie hier op de inspiratiebeurs in de Lebelstraat aan de ingang van het patronaatsgebouw, zoals dat vroeger noemde, zie ik een bekende staan. Willem, de Esco-man, de Esco-boer uit Lebelstraat. Ja. En Willem, je staat hier binnen en het is buiten regenachtig en helemaal geen prettig weer. Eigenlijk ook geen ijsweer. Maar toch, je staat er en komt er af en toe nog wel eens iemand een ijsje halen. Druppelse bewijzen komen ze wel een ijsje halen. Ja, precies. Dit is de beste ijsverkoper van heel Nederland. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja. De beste, liefste en het lekkerste ijs. En heeft hij ook lekker ijs. Ik ga niet meer naar Italië. Nee. Jij... Want hier is dat nog lekkerder dan Italië. Nou, dan wordt het helemaal, wordt het helemaal goedkoop ijs, want dat bespaart je reiskosten. Zeker. En nog een aardige ijsverkoper. Ja. Lekker ijs, nou ja, kan niet meer gaan vast. Waarom ga je naar Italië? Ja. Alleen maar voor het weer eigenlijk. Maar als we hier zon hebben... En dit is zonneschijntje. Ja, maar ik zag je daar net op de bezig. Je was iemand aan het masseren. Ja, een stoelmassage. Dat is een stoelmassage. En reiki. Uh-huh. Maar omdat reiki, dat doe ik normaal thuis. Dan leg je lekker op een stoel. Of je ligt, of je zit. Dan, dat gaat wat dieper. Maar hier is het te druk. Ja. Want mensen worden afgeleid. Ja, natuurlijk. Dat moet in alle rust gebeuren. Sommige mensen voelen zich niet op hun gemak. Nee. Maar dan doe ik een beetje stoelmassage en oormassage. Ja, maar dat is dat een beroep van je? Of een van de bezigheden die je... Het is één van mijn bezigheden. Ja, natuurlijk. Mijn beroep is ziekenverzorgende. Ah, maar het matcht wel met elkaar. Ja, het heeft wel een verbinding. Dus als ik mijn cliënten verzorg, geef ik ze ook een beetje reiki. En dat is een beetje rustiger geworden. Ja. En hij staat maar te smilen. Ja. maar ik wil ook heel graag een massage. Ja, dan kan hij geen ijsjes verkopen. Oh, nou, maar hij vindt vast wel een gaatje waar hij op een zeker moment tijd heeft. Tuurlijk. Maar vandaag niet zeker, Willem. Nou, denk ik niet. Vandaag niet. Nee. Maar we kunnen ze gewoon afspraken bij je maken voor een behandeling. Ja. En waar moeten ze dan zijn? Ja, het liefst bij mij thuis. Maar waar is dat? Ja. Dat is in Rotterdam. Oh, dat is in Rotterdam helemaal. Ja, dat is wel een beetje ver voor hier vandaan. Hè? Maar ik wil ook naar de mensen toe komen, maar niet verder in de straal van 30 kilometer. Nee, precies. Want dan ben ik veel meer op reis dan ik. Ja, dat is zo. Maar mag ik even naar het toilet nu? Want ik kan het niet meer ophouden. Ja, gaan we gewoon door. Goedemorgen. Ik spreek met Willem van der Tas. En Willem van der Tas die staat hier in de Dorpstraat in Halsteren op zaterdagmorgen en op zaterdagmiddag ook natuurlijk. Dan sta je hier met je ijskowagen. Willem, hoe ben je daar zo toe gekomen? Want ik zie dat je hebt een mooie wagen, je verkoopt Italiaans ijs. En ja, wat is je achtergrond een beetje? Waar kom je vandaan? Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag vandaan. Mm-hmm. Leerde ik een vrouwtje kennen en dan ben ik... Ja, naar Lepelstraat vertrokken. Aha, dus je bent de Lepelstraat op dit moment al lang? Al 3 jaar. Al 3 jaar, juist. En nou sta je hier op zaterdag met je Esco-wagen. Ja. En loopt het een beetje? Ja, ene keer wel, andere keer niet. Afhankelijk van het weer. Ja, want dit is ontzettend weergevoelig natuurlijk, dit vak. Maar je staat hier wel op een mooi punt, hè? Hier zo vlak bij de supermarkten. Leuk volk zat. Ja. Dus. En wat voor soort ijs verkoop je allemaal? De bekende gangbare smaken. Ja. En wat is het meest gevraagd? Vanille natuurlijk? Ja, aardbeien, vanille, pistos, banaan, citroen, chocola, en smurf. Heel populair bij de kinderen. Ja, smurf ijs. Ja. Deze ijswagen die is van jezelf. Ja. Daar kan jij 's morgens mee vanuit Lepelstraat hier naartoe? Ja, tenminste 's morgens om een uur of half 1. Ja, niet te vroeg natuurlijk, want dan hebben de mensen nog geen trek in ijs. Ze gaan pas een beetje eten om een uur of half 2. Ja. Dus. En je staat nu op zaterdagochtend hier natuurlijk, maar op zaterdagmiddag moet ik eigenlijk zeggen. En waar sta je nog meer in de week? Ja, ik sta bij Nettorama. En af en toe inhuren voor je via feestjes. Ja, dat is ook mogelijk. Schoolfeestjes. Dus. Want als iemand tussen, laten we zeggen, die heeft een partijtje, die wil er wat extra's aan doen, die kan jou bellen. Ja, die kan mij inhuren. Ja, en wat zijn de condities daarvoor?
Ja, hoe bedoel je? Ik bedoel, wat kost dat? Gewoon met de normale prijs, als ik maar een beetje uit de kosten ben. Ja, en, ja. Een klein beetje voor mezelf overhouden. Ja, dan ben natuurlijk. Ik tevreden. Ja, dat zeker. Dan je moet het hebben van de verkoop. Ja, ja, ja. Van het aantal ijsjes dat je verkoopt. Ja, ja. En Willem, wat is de prijs van een ijsje? Van één bolletje? Nou, één bolletje zei 80 cent. Ja, twee ja. bolletjes 1,50. Drie bolletjes 2 euro. Dus... Ja, zo gaat het. Hoe meer bolletjes, hoe meer je verkoopt. Ja, ja. En Willem, je bent van oorsprong, kom je uit Den Haag, hè? En want je bent natuurlijk niet altijd bezig geweest in het ijs. Waarmee ben je begonnen? Wat heb je gedaan? Ja, ik heb vroeger in straatwerk gezeten, stratenmaker. Aha. Dat is heel wat anders. Ja, ja, dat totaal anders natuurlijk. En wanneer ben je dan met het ijs begonnen? Een aantal jaren geleden alweer. Ja. Dus, en is eigenlijk... Het is niet je hobby, het is gewoon je verdiensten. Je moet er de kost mee verdienen. Nee, het is een beetje hobby en dingen. Ik ben heel makkelijk. Als ik kleine dingen heb, dan ben ik al tevreden. Oh ja, ja. Nou, je ziet er een gelukkig mens uit in ieder geval. Maar Willem, ik kan me zo voorstellen dat jij niet zelf je ijs maakt. Ik neem het af van een hele goede ijssalon. Oh ja? En... welke ijssalon is dat, Willem? Dat is Luciano's in Wassenaar. Juist. Want die zijn onlangs ook, of die zijn geregeld in het nieuws geweest, heb ik begrepen. Ja, 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 ja. Die is 3 jaar lang aan één stuk door winnaar geweest. Ja. En verleden jaar is hij meester ijsbereider geworden. En dit jaar is hij uitgeroepen tot de beste ijssalon van 2012. Ja, 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 ja. Dus wat dat betreft, jij brengt hier kwaliteit. Kwaliteit. En ik ben het een beetje aan het opbouwen allemaal. Mm-hmm. Dus. Want er zit nog ruimte in natuurlijk voor je. Je bent 2 dagen per week bij je op pad met de ijskowaar. Ja, ja, ja. Dus je zou in principe kan je nog, als er vraag naar is, kan je nog meer doen. Ja, 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 ja. Ja, ja. En doe je dat, dat doe je helemaal alleen. Dat is echt een eenmans bedrijf wat je doet. In principe wel, ja. Want als je dan thuis komt en dat ijs wat je over hebt, dat kun je altijd goed bewaren weer? Ja, ik probeer het binnen 3 weken zo geruimd te hebben. Ja, maar dat kan makkelijk, hè? Ja, ja. Dus, en niet te veel inkopen, dat je altijd een beetje vers hebt. En, mm-hmm. En nou ja, zoals we in het begin al zeiden, ijsverkoop is natuurlijk iets spontaans. De mensen zeggen, hey, ik heb zin in een ijsje. Het hangt af van het weer. Het hangt vooral van het weer en momenteel ook centen raken op. Ja, dus, wordt ook steeds moeilijker. Ja, dat scheelt ook natuurlijk. Ja. Maar je hebt vorig jaar natuurlijk eigenlijk een vervelende zomer gehad. Ja, hè? Ook. Dus dan is er weinig lol aan te beleven. Want als jij hier... Want kijk je 's morgens ook altijd eerst even naar het weerbericht voor je van huis gaat? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Dat is normaal, hè? Dan ben je bent wat dat betreft natuurlijk eigenlijk een buitenweerman, hè? Ja. Want je hebt heel... En nou, vanmorgen was het zacht, het lekker uit en het is nou een beetje... Het is wat minder geworden. Ja, ja. Maar ik denk dat het vandaag nog wel goed gaat komen. Ja. Willem, je ijswagen die ziet er heel mooi uit. Heel mooie schilderij erop. En schildering erop, een stuk Bergen op Zoom zie ik. Wie heeft dat gedaan? Dat heeft mijn vriendin gedaan. Aha, en jouw vriendin is zo handig en zo kunstzinnig dat ze dat allemaal voor elkaar krijgt. Die is een kunstenares. Aha. Ze dat, juist, en wat is haar naam? Dat is Razenberg. Razenberg. Ja, en de voornaam? Davy. Davy Razenberg. Ja. Aha, dus nou, eigenlijk is het dan toch een beetje iets wat jullie samen doen. Ja. Zij zorgt voor de presentatie. En jij zorgt voor het scheppen? Ja, zij helpt me ook af en toe mee. Ja, ja, ja. Oké, Willem, dankjewel. Is goed. Willem, nou ga je een ijsje scheppen, hè? Ja, ja, ja. Dat doe je, en dit keer in een bakje. Oh, en wat gaat het worden? Aardbeidjes. Een aardbeidje. 1 bolletje, hè? Ja, 1 bolletje, okay. Dat is voldoende. Dan gaan we dus keuren, dan gaan we dus kijken of dat ijs waarover jij spreekt, of dat inderdaad zo goed smaakt. Maar daar ben ik van overtuigd. Ja, ja, ja. Willem, ik wens je ontzettend veel, veel goed weer, met name. Ja. Daar zijn we afhankelijk van, hè? Want dan komen de klanten vanzelf. Ja, ja. Oké, dankjewel voor de uitleg. Oké, is goed.